Hoi, welkom. Dit is een algemeen tijdloos liefdesbericht. Ik ga kijken wat er door mag komen. Wil je graag een persoonlijk liefdesbericht hebben? Dan kan je dit boeken via ladyorakel.gmail.com. Oké, okay, liefde. Oké, okay, we beginnen met de kaart Schat-eiland. Ja, hier zie je dus de schildpad die onderweg is met het uh, kistje vol met hartjes en sterretjes. Um, dus daar is iets uh, waardevols onderweg in de liefde. Uh, hier en nu. Je moet wel hier en nu zijn, anders kan je het niet ontvangen. <laughs> en dan heb ik de kaart van flexibel. Ja, dit gaat om de versteviging uh, op aarde, dus als we kijken in de liefde, dan heb ik het gevoel dat jullie verbinding uh, gaat versterken hier op aardsvlak. Ja, dus de andere kant komt naar je toe, is onderweg. Maar als je bezig bent met het verleden of de toekomst, ja, dan ga je in het mislopen. Dan gaat het niet uh, ontvangen kunnen worden. Dus wees aanwezig hier in de realiteit. schat eiland krijg ik de kaart Innerlijk Weten. Dit voel je dus ook aankomen. Waarschijnlijk uh, dat de ander eraan zit te komen. Dit uh, gaat uh, inspelen op je intuïtie, op je gevoel. Dan bij hier en nu krijg ik glinstering en naar de zee. Niets is wat het lijkt. Ik laat hem heel even open nog. En dan de kaart Waarom. Bij Flexibel. Niets is wat het lijkt. Um, het kan dus zijn dat, er, dat, dat deze persoon op een bepaalde manier naar je toe komt. Op een bepaalde manier gedraagt. En niets is wat het lijkt. En jij vraagt je af: waarom gedraag je je zo? Of waarom zeg je dit soort dingen? Um, maar het heeft te maken met het verstevigen van jullie verbinding hier op aarde. Het kan dus zijn dat deze persoon zich anders voordoet, maar niets is wat het lijkt. Oké, okay, we gaan dat wel ontdekken waarom dit is of uh, wat daar speelt. Naar de zee. Ja, dat is een kaart van... Nou, ik krijg hierbij door nu vertraging. Het bootje staat stil, het is windstil. En dat heeft te maken met Mercurius retrograde. Ik heb het gevoel van... We, we weten nog niet welke richting. Oké, okay, schatteiland. Hier en nu. En flexibel. <coughs> Vier van munten. Het vasthouden. Iets dicht bij je hart houden. Weer die waarde eigenlijk met de muntenkaart. Wat er naar je toe komt. Deze persoon. Waarmee jij in verbinding staat. Is, waarde, is van waarde. He, dus niets is wat het lijkt. Onder die maskers, daar ligt de berg goud. Wat in die kist zit. He, dus het is heel waardevol. Maar wat ik al zeg. Het is um, ja, misschien een bepaald gedrag. Wat deze persoon laat zien. Waarom wil mijn haar niet meewerken? Ja. Um, waarvan jij denkt: van, wat doe je raar? <laughs> wat zeg je gekke dingen? Maar het heeft een reden. Hier en nu. Ook weer die stilhangende energie met naar de zee. Het lijkt stil te staan in jullie verbinding. Maar het is eigenlijk een ontwaking. Het is een openbaring wat hier gebeurt. En dan de vijf ons waarde. Ja, waarom? Waarom? <laughs> waarom doe je zo? Ehm. Um... Je gedraagt je een beetje raar of anders, laat ik het zo zeggen. Anders dan jij gewend bent. Het kan zijn dat deze persoon na een lange tijd bijvoorbeeld weer op je pad verschijnt. En ja, ook de andere kant is inmiddels veranderd. Uh, jij bent veranderd, dus de ander kan ook zoiets denken van... Ik zie iets anders aan jou of je, je gedraagt je anders of jij naar de andere kant. Uh, misschien hebben jullie dit wel van elkaar. Dus van ja... Ik weet het niet. Ik heb jou op een hele andere manier leren kennen. Maar nu kom je tevoorschijn en denk ik van, hmm, er is iets anders. Eindelijk <laughs> weten. Het draaide al om, het kwam er niet uit, maar nu wel. Twee vierkaarten onder elkaar. Vier van munten plus de vier van bekers. Dus ja, dat gaat over de stabiliteit. Het verankeren van de verbinding hier op aarde. Dus fysieke unions staan te gebeuren na deze Leeuwpoort zeer zeker. Um, we zijn er nog niet doorheen, want het is natuurlijk een zes maanden periode van schaduwrijk bewandelen. Uh, vandaar misschien ook zo van, ja, die maskers, uh, ik weet niet hoor, ik weet niet wat er gebeurt, ik weet, ik weet niet wat ik zie, ik weet niet wat ik voel. Daardoor lijkt het een beetje stil te hangen tussen jullie, maar eigenlijk gebeurt er op energetisch vlak heel veel juist. Um, ja, de vier van bekers, dat is ook weer zo'n kaart van uh, een soort van verveling, ook weer dat, een beetje die stilstaande energie lijkt wel. En dan zie ik het hier ook weer terugkomen. met de zeven van staven, beetje afstandelijk, teruggetrokken, zo van ja, waarvoor doe je dit? Waarvoor ben je misschien zo afstandelijk teruggetrokken, in jezelf gekeerd? En dat is iets wat je niet begrijpt, lijkt wel. Daar vandaar ook de vraag waarom. Ja, communicatie bij waarom. Waarom doe je zo? Waarom doe je zo? Waarom ben je zo afstandelijk? Waarom uh, zit er geen beweging? Waarom blijf je zo op afstand? Of, uh, maar probeer daar niet in mee te gaan. Probeer het proces te vertrouwen. Probeer uh, te zien voor wat het is. Want de kaart zegt, het is niet wat het lijkt. En ik wil toch even het boekje daarbij hebben. 16. Even kijken wat het zegt. Want hier staan ook wel boodschappen voor de liefde in. 15, 16. Ik zal eerst deze. De wezenlijke betekenis. De behoefte om verder te kijken dan wat zich aan de oppervlakte bevindt. Ja. De behoefte om een masker op te zetten of je te verkleden om de ware aard te verbergen. Iets proberen te zijn wat je niet bent. Elke, elk nieuw object dat schittert, najagen en levendig zijn. Boodschap van het orakel. Het is menselijk als je jezelf met sieraden wilt behangen en je mooi wilt voordoen. Het is natuurlijk dat je status wilt verwerven, of je er tegen wilt verzetten als een statement van rebellie. Maar is het beter als het schittert? Of het nu een snelle auto is, een groot huis, een titel of een positie, het stempel van autoriteit of de schittering van een diamant. Deze iconen laten je iets weten over een persoon, plaats of ding. Maar doen ze dat wel echt? Hè? Dus het, het is niet wat het lijkt. Het is een façade wat je gaat zien. Uh, prik daar doorheen. De waarheid is dat mensen materiële zaken proberen te verwerven vanwege de betekenis daarvan, omdat ze hierdoor symbolisch hoger opkomen en zichzelf aantrekkelijker maken. Deze kaart geeft aan dat het tijd is om verder. Ik krijg nu meteen door um, dat iemand zich waarschijnlijk heel erg Laat zien van het doet me allemaal niks. Maar van binnen speelt er heel veel in de emotie. En dat is eigenlijk wat ik erbij doorkrijg. Het is een gevoel van het doet me allemaal niks. En dat is de façade. Deze kaart geeft aan dat het tijd is om verder te kijken dan de buitenkant en te exploreren wat er ah, ja, onder het oppervlak verborgen ligt. Dat voel ik. Dat is naar de zee. Leer de maskers die mensen dragen te herkennen en onderliggende motieven. Verbeeld je dat alle glitter weg is. Zou je dan nog uh, het voorwerp of die persoon willen zijn? Een boodschap voor de relatie. Soms doen we ons anders voor dan we in werkelijkheid zijn om indruk te maken op anderen. Ja. We maken een verhaal wat mooier, voegen er wat dramatische elementen aan toe om het aansprekender te maken. Je verbergt je ware ik. Ook zien we soms niet hoe iemand echt is omdat hij of zij misschien niet de glitter en glamour heeft die wij graag willen zien. Het is nu tijd om verder te kijken dan wat er oppervlakkig wordt getoond. Te ontdekken wie er achter het masker zit, het wezen van de persoon. Dat is de ontwaking. Ik denk dat als er een fysieke union ontstaat. en dat wil niet zeggen dat jullie dan klaar zijn, dat jullie compleet bij elkaar zijn. dat kunnen ook stadiums zijn. Uh, maar er gaat wel een fysieke union tot stand komen. Hè, dus je komt in uh, gesprek met elkaar, je komt in communicatie, in, in fysieke uh, uh, verbinding met elkaar. Um, en dan laat deze persoon, waarschijnlijk gaat het om de andere persoon, gaat deze persoon een façade laten zien. Dat het hem of haar niet zoveel doet um, in, in hetgeen wat er gebeurd is natuurlijk, hè, in de aanloop daar naartoe. Um, maar aan de oppervlakte ligt toch wel, ik voel heel veel emotie, dat is naar de zee. En dat ligt stil. Maar in de fysieke union gaat dit ontwaken. Deze persoon kan dat niet meer tegenhouden. Dit, dit komt naar de oppervlakte. Wie de persoon is, is belangrijk. Niet wat hij of zij heeft of jou kan geven. Nee. Uh, de waarde zit van binnen. Kijk verder dan de glitter en zoek naar de glans van het innerlijk. En ik heb het gevoel dat deze persoon iets van waarde wil laten zien. Hè, van, uh, maar dan de aardse waarde. Maar eigenlijk gaat het om de innerlijke waarde. En de waarde binnenin heb ik het gevoel dat het te maken heeft met die emoties. Laat zien wie je werkelijk bent. Dat is waardevol. En niet het uiterlijke plaatje. Maar dit gaat pas ontwaken wanneer jullie elkaar zien. En daar heb ik al vaker over gesproken. Hè, dat ik uh, in de readingen doorkreeg. Uh, er moet een fysieke union ontstaan. Maar niet online. Maar echt met elkaar. Dan pas gaat het gebeuren. Gebruik je hart als ogen. Ja, laat het oppervlakkig los en laat wat echt is schitteren. En dat gebeurt pas in echte eenheid. Uh, zeg maar in de fysieke union, in de zin van we moeten elkaar fysiek zien. Ons moeten in elkaars energetisch veld zijn. <tacht> ja, dan gaat er iets openbreken. Want deze persoon zit waarschijnlijk uh, met iets in het hoofd en die wil iets van waarde naar jou toe brengen. En die denkt misschien: uh, ja, als, als ik mijn leven goed op orde heb, dan ben ik in waarde. Ja, natuurlijk ben je dan ook in waarde. Uh, maar het gaat om de innerlijke waarde. En dat is iets wat nog open mag komen, zeg maar. Uh, aan de andere kant, misschien ook wel bij jou. Hè? Dat, dat het beide kanten opgaat, zeg maar. Uh, dat als jullie elkaar zien, dat dat. Dan, dan, dan het, dat het dan pas gaat openbreken, zeg maar, van het, de innerlijke waarde. He, ik vind het waardevol dat jij je gevoelens kenbaar maakt. Ik, wil, ik, ik vind het waardevol dat jij over je gevoelens spreekt en dit laat zien. He, ik, ik heb wel het gevoel dat het ook beide kanten op kan werken. Kijk, want kijk, fysieke union, zeg maar, online... Uh, Natuurlijk is dat ook wel een union... Hè, dat je weer in gesprek komt met elkaar... maar het moet nu op een dieper level geopend worden... en dat is in de afgelopen maanden als een rode draad... heeft zich dat laten zien, zeg maar, in mijn readingen... wat er staat te gebeuren. Hè, dus wanneer deze persoon dus online... waarschijnlijk gebeurt het eerst online... dat jullie in communicatie komen... Hè, jullie gaan weer dingen bespreken... misschien uh, ja, zullen ze een keertje af gaan spreken... Uh, maar dan nog is het allemaal online en ver uit elkaar, zeg maar, vanuit het energetisch veld gezien. En als jullie dus bij elkaar komen in het energetisch veld, ja, dan gaat er iets ontstaan. Dan komen die emoties los. Oké, okay, we gaan nog even een rondje eroverheen doen. Vier van munten. Nu hou ik het nog een beetje dicht bij mezelf. Ik ben onderweg. Ik ga een keer afspreken met je. We gaan een keertje ja, praten met elkaar fysiek. Uh, of we gaan iets doen met elkaar. Um, maar ik hou die emoties hou ik allemaal nog uh, dicht bij me. He, dus het, het, die tas moet openen. Uh, deze persoon, of jij, of jullie allebei, kijken er nog echt een beetje van weg. Maar ja, het kan ook nog niet op die manier ontstaan. Het kan pas ontstaan wanneer jullie elkaar echt ontmoeten. Het kan bijvoorbeeld ook jullie eerste fysieke ontmoeting zijn. Voor sommigen is het misschien al wat uh, verder. Hè? Hebben jullie al verschillende stadiums met elkaar doorlopen? Kijk, deze 888-poort is voor sommigen een start. In, uh, een verbinding en voor sommigen is het een einde uh, van een cyclus. 9 van staven en de 10 van bekers, 3 ja. van munten bij 4 van munten, hè, de samenwerking. Dit is jullie samenwerking. Dit is zo afgesproken, dit is zo voorbestemd om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Ja, het kan zijn dat deze persoon daarin tegenwerkt of jij daarin tegenwerkt um, met de negen van staven. Zou kunnen, maar de negen van staven is ook een kaart die zegt: we zijn al heel lang onderweg en het staat een keertje te gebeuren. Ja, en dan, dan gaat die ontwaking, zeg maar, plaatsvinden. Het team van bekers, nou ja, dat is de ultieme. Liefdesverbinding. En die moet versterken. Fysiek op aarde. Um, veel mensen zijn dus nu bezig hè, geweest in die afgelopen tijd uh, om te werken naar de aardfysieke union. Uh, die zijn weer naar beneden gekomen, zeg maar, uh, in het stijgen naar boven met elkaar in bewustzijn. Maar op een gegeven moment moet de verbinding ook dalen. En dan moet het voet aan de grond krijgen. En, en veel mensen zijn daarmee bezig op dit moment. Hè. Dus uh, die, die unions gaan echt wel komen. En, ja, maar ja, weet je, het zijn eerste stapjes wat ik hier zie. En vandaar ook misschien zo van: ja, wat, wat doe je daar? Of wat blijf je toch zo afstandelijk? Maar vertoon je je gevoel niet? Maar dat is omdat het gevoel daar niet is. Het gevoel kan pas komen wanneer jullie bij elkaar zijn in het energetisch veld. De, ja, mooi. Dit ligt nog allemaal verborgen. Het ligt nog allemaal verborgen. De lovers, de vier van staven en de zonkaart. Dit moet er nog uitkomen. Rad van fortuin bij de vier van bekers. Het wiel moet weer gaan draaien, maar dat, dat is in beweging. Het is uh, ja, leeuwenergie, het is vuurenergie. Dus sowieso is er beweging. Maar ook wel weer de vertraging zeg maar, van Mercurius Retrograde. Um, geef het tijd. Ja, geef het tijd. Uh, laat het langzaam uh, opkomen en het zal steeds sneller gaan toenemen. De Magier, jullie aantrekkingskracht zal steeds meer toe gaan nemen, zeker met deze vuurenergie. Op een gegeven moment, kijk, een Curie retrograde van vandaag, 5 augustus, dat ik dit opneem, um, draait in maagd, als ik me niet vergis. En op een gegeven moment gaat hij draaien in retrograde naar leeuw toe. En ja, dat is dan ook weer die vuurenergie. Ja, dus uh, er komt wel veel vuurenergie aan. Uh, dus het zal ook steeds meer gaan versnellen. Maar het heeft een langzame opstart. Ja. En dan bij de acht van munten. Nee, sorry, acht van staven. De zeven van munten. En dit is het, ja, wat ik zeg: langzaam tot bloei komen. Langzaam uh, krijgt dit wortels. Hè, de waarde gaat uh, zich verankeren in jullie verbinding hier op aarde. Dus dat is wel een mooi uh, verloop wat ik hier zie. Maar wees niet ongeduldig. Begrijp wat er speelt. Niets is wat het lijkt. Ik vertel het jou, zodat jij dat begrip gaat krijgen, zodat jij daarin geactiveerd kan worden. Dat uh, wat jij laat zien aan de ander of wat de persoon aan jou laat zien, een façade is op dit moment. He, die gevoelens gaan pas later komen wanneer jullie echt gaan afspreken met elkaar, van, he, want die aantrekkingskracht gaat echt wel komen, dat gaat echt toenemen, die drang wordt steeds groter. Um, en ja, he, dus dan zal een van de twee gaan zeggen van, zullen we eens een keertje gaan afspreken, want volgens mij is het tijd nu. Die drang gaat komen en dan kan je er niet meer onderuit. En dan gaat het gebeuren. Die afspraak gaat gemaakt worden. Ja, en dan gaat het gebeuren. Dan komen de gevoelens vrij. Want jullie zien elkaar fysiek. Jullie voelen elkaar. Um, he, die, de frequentie voelen, de vibratie voelen. Um, ja, en dan ontwaakt eigenlijk jullie verbinding hier op aarde. Dan pas. Niet ervoor, niet met appjes of mailtjes of videobellen. Nee, echt fysiek. Ja, het staat nu echt te gebeuren. We komen steeds dichterbij. En dan zeg maar rond oktober, september, oktober, de herfstperiode. Dan gaan we dus afronden en afsluiten uh, van een cyclus. Van een hele lange cyclus in jullie verbinding. Ehm... Uh, ja, en dan gaat het uh, vaart nemen. Dan gaan jullie echt iets moois verankeren. Dan, dan komt echt dit in beeld: Team van Bekers. Ja. Maar het is nog even een opstartprobleem op dit moment. Zo voelt het. Het heeft even nog wat tegenwerking. Uh, maar ja, dat, zo is het ook bepaald. Niet te snel gaan, want dan sla je misschien weer stappen over. Dus heb geduld. Zie voor wat het is. Uh, wat uh, hij of zij ook aan gedrag laat zien aan jou toe. Zo van ja, je bent toch wel een beetje afstandelijk en koud en kil op dit moment. Dat heeft een reden, ja? Oké. Okay. Ik dank je wel voor je aanwezigheid. Uh, vergeet niet om lid te worden of te abonneren hieronder. En wie weet, zie ik je snel weer ergens terug. Doei! doei.